Dit is ACME, een groot internationaal bedrijf met dochterondernemingen en werknemers over de hele wereld. Net als andere multinationals heeft ook ACME te maken met een grote diversiteit aan moeilijk beheersbare complexe risico's. Daarom besloot ACME voor een samenwerking met Allianz Global Corporate and Specialty, AGCS, die deze risico's kan beheersen en beperken. ACME koopt geen verzekering, maar regelt die verzekering zelf via een zogenoemde Captive Insurance Program. AGCS runt de Captive namens ACME via het netwerk van lokale Allianz kantoren. Door deze Captive heeft ACME volledige controle en kan het de wereldwijde risico's zelf verzekeren. Maar zo'n programma is complex. Het up-to-date houden van polissen en het faciliteren van internationale betalingen is een traag proces. Dit is waar het blockchain-prototype van AGCS het verschil maakt. AGCS zet blockchain-technologie in om alle processen in het captive-verzekeringsmodel radicaal te versnellen. Verzekeringspolissen, claims en betalingen worden allemaal centraal bijgehouden en kunnen daardoor veel sneller en veiliger worden verwerkt. Stel je voor dat één van ACME's fabrieken in Brazilië onder water komt te staan. Voorheen zou zo'n incident leiden tot een kettingreactie van mails en telefoontjes. Voor de betrokken partijen was het lastig om het overzicht te bewaren. De afhandeling nam daardoor weken in beslag. Met blockchain kan de lokale beheerder in Rio de claim eenvoudig indienen. Er is geen noodzaak meer voor internationaal telefoonverkeer, e-mails en ingewikkelde spreadsheets. Door de stapgewijze aanpak in blockchain wordt ook het proces van prolongatie met weken verkort. Dankzij blockchain is het hele proces transparant. De polis, betalingen en dekking zijn allemaal in real-time te volgen. Blockchain voor captives. Snel, transparant, eenvoudig en veilig. Een nieuwe oplossing voor een oud probleem, ontwikkeld door Allianz Global Corporate and Specialty en AGCS Innovation Initiative.